Het is 20 jaar geleden, tijdens het huwelijksfeest in de Arena, dat u dit cadeau kreeg aangeboden. Kunt u zich nog herinneren wat u dacht toen dit gebeurde? Nou, het was geen verrassing. Wij hadden zelfs om gevraagd. Ah. Dus er was een comité voor ons huwelijk. En mijn man en ik hebben toen gevraagd voor sociale cohesie. In plaats van een cadeau, hebben we gewoon toen een fonds cadeau gevraagd. Met dit onderwerp. Natuurlijk hebben we nooit gedroomd dat het zo groot zou worden. Maar in de tijd, ja, we dachten ook, oké, een fonds. Maar ja, dat moest nog pas beginnen. Hè? Dus het is echt, toch? Ja, we kregen dus van het Nationaal Comité een prachtig feest in de Arena die avond. En wij vonden het echt heel belangrijk om niet alleen bepaalde groepen te betrekken in de sociale cohesie, in samenwerking, maar met juist andere groepen bij elkaar te integreren. Of er nou in verschillende leeftijdsgroepen was of verschillende etnische achtergronden. En op die manier met een fonds actief te zijn in de maatschappij. En uiteindelijk is dat natuurlijk het Oranje Fonds met alle fantastische medewerkers geworden wat we nu hebben na 20 jaar. Kunt u zich het moment van de onthulling nog herinneren? Ja, die hele avond was gewoon één groot feest en het was natuurlijk heel bijzonder, want je staat in een volle arena, maar door het licht zie je helemaal niemand. Maar toch, dat maakt het op zich ook wel intiem, dat moment eigenlijk. Een heel bijzonder persoonlijk moment waar dit fonds onthuld werd en wat wij voor ons huwelijk gekregen hebben. Het is de finale van het feest hier in de Arena in Amsterdam. Het Oranje Fonds ligt. U zei die avond, we gaan er meer van maken. Is dat gelukt? Wat bedoelde u daarmee? Ja, het was natuurlijk een concept, wisten we wat we wilden. Ja. Maar we wilden echt van wezenlijke betekenis zijn voor Nederland. Ook ervoor zorgen dat mensen erbij horen, mee kunnen doen, dat mensen naar elkaar omkijken, dat we echt een fonds zijn van en voor iedereen. En ook, we hebben ook bewust gekozen voor het naam Oranje Fonds, dat het niet gekoppeld is aan één persoon of aan twee personen. Ja. Maar dat het aan de familie gekoppeld is en hopelijk daarmee ook vele generaties mee kan gaan. En dat het echt een belangrijk onderdeel wordt van het welzijn in Nederland. Ja. Ja. En waar iedereen zich verbonden mee kan voelen. Ja. Ja. Nou, inmiddels zijn we 20 jaar verder. En het Oranje Fonds zet zich al jaren in voor op een aantal aandachtsgebieden die heel belangrijk zijn. En een van die eerste aandachtsgebieden is betrokken samenleving. Binnen betrokken samenleving hebben we ook een mooi programma. Dat is NL Doet. In de afgelopen 17 jaar hebben er miljoenen mensen meegedaan aan deze grootste vrijwilligersactie van Nederland. En u doet ook altijd, als het kan, in principe ieder jaar mee. Het is helemaal verkeerd gegaan. Het probleem is, je moet echt heel veel ver gaat doen. Maar als het heel hoog gaat, dan komt het wel naar beneden. Maar ja, gezamenlijk waterverf. Dus in douche vindt het allemaal goed. Hier heeft u geholpen met het opknappen van een gymnastieklokaal in Tricht. Dit is een van de vele NL Doet ervaringen die u heeft gehad. Hoe heeft u dat ervaren, al deze deelnames aan NL Doet? Nou, heel mooi. Om te beginnen kom je echt bij een groep die al gevormd is. Die gaat wel iets doen. En dan komen we als het verrassing, als meehelpers. Dus die eerste paar minuten moet iedereen een beetje bijkomen. Maar dan, ja, daarnaast gaat het echt enorm vanzelf. En iedereen is mee betrokken. En iedereen is toch geïnteresseerd dat het goed gebeurt. En dat vind ik ook heel fijn. Het lijkt bijzonder ook om te zien hoeveel deelnemers er elk jaar zijn. Hè? Want het is, Nederland heeft natuurlijk, dat moeten we niet vergeten, het hoogste percentage ongeveer van vrijwilligers. Zeker in Europa. Ja. Dus we hebben al heel veel Nederlanders die al regelmatig aan vrijwilligerswerk doen. En dan op NL Doet nog tegen 1,5 miljoen extra mensen die binnen het Koninkrijk, want laten we de Cariben ook niet vergeten, iets opknappen. En wat ik het leuke eraan vind, ook is in dit filmpje gewoon een beetje kletsen met mensen, hun achtergronden uitvinden. Terwijl je gewoon allemaal op die vloer zit te schilderen, ben je allemaal gelijk. En dan komen er hele leuke gesprekken ook naar buiten op dat moment. Naast al deze NL Doet activiteiten die u al die jaren hebt gedaan, heeft u in totaal al meer dan 200 projecten van het Oranje Fonds bezocht. Het Perenproject won afgelopen jaar zelfs een appeltje van Oranje. Hier helpt de prinses plukken en krijgt ze uitleg over het wel en wee van de perenbomen. Kunt u zich toch nog herinneren? Ja, heel bijzonder project.
Het gaat dat initiatieven zijn, burgerinitiatieven die toch de mensen bij elkaar brengen en die laten iets beters voor hun buurt of voor elkaar. Hè. En soms gaat het om dat je heel bijzonder historische perenbomen hebt op je straat. En iemand moet het onderhouden en wat doen we met die peren die alles mag vallen. Er zijn een paar mensen die hiermee begonnen zijn, zullen we toch iets nog ja, beters van maken. En iedereen doet mee. En ja, het is wel heel mooi dat iets bijzonders die voor heel veel mensen ja, leek een last te zijn, toch wordt echt omgevormd tot iets die ja, door iedereen wordt gedeeld. En het wordt het centrum van ja, het hart van de buurt. Ja. U heeft ook zo'n prachtig project bezocht. Ja, meerdere uiteraard. Dit is een dorpshuis. Het dorpshuis is financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. De prins bezoekt het dorpshuis als beschermheer van dat fonds. Voor de inwoners van het kleine dorp is het koninklijk bezoek erg bijzonder. Herinnert u zich dit nog? Nou, wat ik me hiervan kan herinneren is dat er een heel oud dorpshuis was en wat eigenlijk een beetje in verval was geraakt. Allemaal verschillende verenigingen die niet echt samenwerkten. En er was een mogelijkheid om een nieuw dorpshuis te maken. Er moesten al die verenigingen samen gaan werken, zodat het optimaal benut zou worden. En daardoor heb je verschillende generaties, verschillende doelgroepen die echt met elkaar samen aan het werken zijn. En in dat dorp echt gewoon een hele belangrijke ontmoetingsplek is geworden. Ja. En dat is het hele mooie van dit project. Ja. We laten al die beelden natuurlijk ook zo ontzettend confronterend zien dat in de afgelopen periode met corona dit soort ontmoetingen zo ingewikkeld geworden zijn of helemaal niet kunnen plaatsvinden. Wat hebt u daarvan gemerkt de afgelopen tijd als het gaat om dit soort projecten? We hebben natuurlijk binnen het Oranjefonds wel projecten bezocht, virtueel, maar dat kan nooit echt een vervanging zijn voor het echt ontmoeten van mensen. Dus ik vind het fantastisch om te zien hoe het Oranjefonds heel snel omgeschakeld is en echt ook een wezenlijke rol heeft kunnen spelen in de coronatijd. En de nieuwe behoefte is ingegaan van verschillende projecten van verschillende mensen. Wij mensen zijn in principe toch kuddedieren. We willen elkaar toch wel blijven zien. Ik denk dat iedereen gewoon enorm naar verlangt fysiek echt bij elkaar te komen. 20 jaar geleden ook niet kunnen voorzien dat we in de situatie zitten waar we nu in zitten. Maar misschien zou je wel kunnen zeggen dat de doelstelling van het Oranjefonds vandaag meer nodig is dan ooit. Als je ziet wat de coronapandemie ook aan eenzaamheid en ook mentale problemen en het gevoel van niet alleen voor staan, dat heel belangrijk is nu. Nou ja, absoluut. Het was belangrijk 2 jaar geleden en het is nog belangrijker vandaag. En ik denk dat wij moeten. Digitaal vervangt het fysiek niet. En ik denk dat we moeten elkaar weer gaan ontmoeten. En er zullen zeker sommige veranderingen die niet meer echt. Die zullen wel voor altijd zijn. Dus we moeten ook nog creatiever zijn om die brug weer te slaan. Het tweede thema dat we met u willen bespreken gaat over gelijke kansen. Ook in Nederland heeft niet iedereen gelijke kansen. Het kan al komen door een achterstand met taal of door het leven in armoede. En u hebt ook veel projecten bezocht die daarover gingen. En misschien dat u daar iets van bijgebleven is in de afgelopen jaren. Ja, veel. We zijn best lang geleden al in zoveel programma begonnen. Die heet Kansen voor Jongeren. Juist om dat te adresseren. Dus heel veel jongeren die toch wel, waar thuis niet zo goed gaat, waar echt een taalachterstand, waarbij uiteindelijk ook wiskunde niet kunnen. Soms het thuissituatie niet echt zo is dat ze echt goed kunnen studeren, dat er niemand hen helpt met huiswerk. Dat is juist heel belangrijk om toch wel een helpende hand te hebben. En dat was het hele programma van Kansen voor Jongeren. Wat geeft u hoop als u dit soort projecten ziet? Het is heel mooi om te horen dat echt de jongeren die dachten dat ze echt niks konden. Hè? Want dat gaat het af en toe iedereen zegt dat ik niks kan. En uiteindelijk na zo'n proces, die hebben gewoon talenten, die onderkennen ze. En dan kunnen ze dat ontwikkelen. En dat leidt tot een diploma, een startkwalificatie, werk. Vrede met zijn eigen leven. Het is heel mooi om te zien. Dit speelt zeker ook op de Cariben. Het speelt ook op de Cariben natuurlijk ook. Ja, wat ik daar nog van kan herinneren is inderdaad
de vrouw die het gestart is, zelf als meisje ervaringsdeskundige is. Dus dat ze geleerd heeft dat je met expressie ook dingen kan bereiken. Dus kunst en cultuur, dat hoe belangrijk het is om zelf creatief bezig te zijn. En dat gebruikt zij om andere jongeren die misschien wat problemen hebben met de reguliere manier van leren, op school, in de klas, wel zelfbewustzijn te geven en een duwtje in de rug om een goede plek in de maatschappij te krijgen. En de sfeer die daar heerste en de dankbaarheid van al die jongeren die de kans kregen om via deze route toch een rol van betekenis te spelen in de maatschappij, kan ik me nog heel goed herinneren. Soms deze jongeren, als ze echt niet goed doen op school en ze hebben misschien gedragsproblemen, het is altijd van je doet het niet goed, hè? Alles is niet. Slecht. Ja. En op een gegeven moment kom je in zo'n plek en dan krijg je positieve feedback. En dat is zo belangrijk voor. Het begint ook heel vaak bij vertrouwen natuurlijk. Elkaar kunnen vertrouwen. En dan kun je ook weer bouwen. En dat laten die projecten ook wel zien. Ja. Ja. We konden bijna niet kiezen uit alle fragmenten. Maar we hebben nog een prachtig fragment van een project. Op naar het theater, waar regelmatig uitvoeringen zijn van workshops die de stichting aanbiedt. Oefend, veel generale repetities gehad. Ja. Ja. Nou, het ging fantastisch. Ik heb de problemen niet gezien. Het was bijzonder ook. Ja, het was een geweldige organisatie die juist gewoon echt asielzoeken kinderen echt toch meer te helpen en toch te helpen in de maatschappij te komen. Hè? En je spreekt de taal niet. Echt, cultuur is een beetje anders. Gewoontes zijn anders. En iets dat wel echt bij elkaar brengt, is muziek en dans. En dat is echt geweldige expressievormen. Het was een mix van niet-Nederlandse en Nederlandse kinderen die toch elkaar vonden daarin. Ja, dat is het begin van een relatie. En vanaf daar kan je wel bouwen. Hè? Maar anders is het heel moeilijk om die relatie te beginnen. Het was een heel prachtig project. Muziek verbindt ook. Het derde thema is zorgen voor elkaar. Waarbij vrijwilligers zorg aanbieden voor mensen die het nodig hebben. Het is een heel belangrijk aandachtsgebied voor het Oranje Fonds. En het is eigenlijk de kern van ons werk. En daar hebben we dus ongelooflijk veel mooie fragmenten waar we uit hebben moeten kiezen. Het eerste fragment gaat over de lancering van onze maatjescampagne. Misschien is het wel leuk om te weten, als jullie dit eerder hebben gedaan, hebben jullie gewoon in band gehouden met die persoon dat jullie gewoon als maatjes hebben gehad. Zij is mijn eerste maatje, maar ik kan me niet voorstellen dat als ik niet haar maatje meer zou zijn, dat ik haar uit het oog zou verliezen. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Maatjes gezocht. Precies. Ja. Onze eerste campagne. Ja, zo belangrijk dit maatje. Het is echt, wat ik zo mooi vind, dat het hele maatje, het is, je helpt niet alleen maar de persoon die het nodig heeft. Hè. Af en toe gaat het over een jongen die echt, wiens ouders aan het scheiden zijn met een vechtscheiding. Maar degene die andere deel die geeft, die eerste maatje, die is ook, als we hen spreken, die zeggen, ik leer zoveel van en ik krijg zoveel voor terug. Hè. Dus het is... De wederkerigheid in alle maatjesprojecten is enorm. En dat vind ik echt zo inspirerend. Nou, inmiddels na deze lancering van een aantal jaar geleden zijn er al tienduizenden mensen maatje geworden via het maatjesplatform. Mm-hmm. En die hebben dus allemaal een nieuwe relatie opgebouwd met een andere persoon. Dus het is natuurlijk wel heel prachtig dat zo'n lancering tot dit kan leiden. Ja, ja. Nou, mooi. Ja. Dat was wel heel bijzonder, dat de koning zei, mijn vader had ook Parkinson. Ja. Dus die was ook een soort ervaringsmaatje. Jullie zijn collega's. Die weet het heel naast. Zeg je? De koning weet het heel goed. Die weet hoe jij je voelt. Ja. Ja, ik heb een ontzettend dierbare herinnering aan dit project. En ik heb ook heel veel zelf van geleerd, van dat kleine kinderen zelfs gewoon als mantelzorger dienen voor zieke ouders, zieke broertjes, zusjes. Ja. En hoe belangrijk het is dat ze er even een dag tussenuit kunnen en kunnen praten met iemand die hetzelfde meegemaakt heeft. Ja. Ik vond het ik was echt aangedaan toen ik dit project bezocht had. Er zijn er in Nederland wel zo'n 4,5 miljoen mensen die mantelzorg verlenen. Daarbovenop ook nog eens zo'n 1,5-2 miljoen vrijwilligers in de zorg. Wat zegt dat over Nederland? Zoveel mensen die dit doen. Ja, mantelzorg is natuurlijk denk ik een heel erg Nederlands begrip. Ook dat we dat ook weer bijna geformaliseerd hebben. Ja. En toch weer terug te komen op de coronacrisis. Aan het begin van de crisis
een beetje onzekerheid of wat angst was, wat doet dat virus, dat een heleboel mantelzorgers niet meer durfden te zorgen. Zeker. En dat ook een heleboel mensen dus die op dat moment even geen werk hadden of onzekerheid hadden, zich meteen ook aanboden om die mantelzorgers weer te vervangen in de straat. Ja. En dat is ook via het Oranjefonds gebeurd. En toch heel bijzonder te zien hoe belangrijk dat instituut in Nederland is. Hè, dus niet de professionele zorg, maar toch een hele belangrijke rol in de verzorging van de medemens speelt. Ja, het is af en toe wel moeilijk om verschil tussen vrijwilligers en professionele hulp. Ja. Hè? En waar begint een vrijwilliger, waar eindigt het en waar staat de professionele hulp? En het is heel mooi om te zien hoe elke project toch wel die balans altijd heel goed zoekt. Hè? Dus ik kan niet de jeugdzorg gewoon gaan vervangen, maar wat is dan wel mijn rol? En dat vind ik zo mooi, dat elke project met elke andere doelgroep toch wel heel veemazig die balans vindt tussen de professionele hulp en die vrijwilliger hulp. Eigenlijk dat het aanvullend is op elkaar. Iets wat ook in het programma Vrijwillige Zorg van het Oranje Fonds heel duidelijk naar voren. En waar heel vaak natuurlijk ook de professionele hulp top is, maar een beperkt aantal uren per week of per dag aanwezig kan zijn. Ja. En dat juist deze vrijwilligers of mantelzorgers die daar actief in zijn, de rest van die tijd opvullen, waardoor die professionele zorg ook weet dat die persoon nooit alleen is. Ja. En dat zijn prachtige projecten. Ja. Het laatste thema is kennis, impact en innovatie. Dit zijn drie woorden die heel belangrijk zijn voor het Oranje Fonds en denken wij voor alle sociale initiatieven ook. We hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren heel wat ervaringen opgedaan, kennis opgedaan. Daar kunnen we hopelijk op voortbouwen. Hoe kijkt u daarnaar? Ik vind het meest belangrijk voor het fonds. Ik heb altijd gezegd met mijn af en toe gebrek Nederlands, wij zijn niet alleen maar geldschieters, maar ook kennisschieters. Wij zien echt zoveel projecten in het land die echt fantastisch werk doen. Maar af en toe, ze kunnen ook van elkaar leren hoe ze meer impactvol kunnen zijn. En nog zo voorkomen ook een beetje versnippering. Hè? Dat iedereen doet een beetje wat echt om kleine stukjes te doen. Die uitdagingen zijn zo groot. We kunnen het niet hebben van versnippering. We moeten gewoon met elkaar werken en veel sterker en ambitieuzere doelen hebben. En kennis delen. En ook meten wat werkt of niet. Zoveel projecten die zeggen tegen mij, we zijn daarmee begonnen, maar eigenlijk weten we niet of dat uiteindelijk echt wel werkt. Hè? Dus het is wel heel belangrijk dat die persoon nog toch wel op een goede manier evaluerend gewoon naar zijn eigen project kan kijken. Dus, en daar speelt het Oranje Fonds een hele grote rol in om die kennis te helpen delen, die impactmeting te gaan doen, maar ook nog het kunnen vermenigvuldigen van heel veel van die projecten. Dat zijn goede programma's natuurlijk bij uitstek een hele goede programma geweest. Nee. En het mooie van het Groeifonds is dat je daar echt alleen maar deelnemer in blijft. Ook als het niet gaat, dan wordt er gewoon weer afscheid van je genomen. En dankzij hele goede coaches uit het bedrijfsleven die ook heel veel tijd erin gestoken hebben en leren van elkaar, zijn deze sociale ondernemers echt heel veel sterker uit die groeiprogramma's gekomen. Waardoor ze ook hun zwakkere punten goed onderkennen en daaraan kunnen werken. En uiteindelijk ook die projecten op andere plekken weer kunnen reproduceren. En echt gewoon ondernemers worden op het sociale gebied. Ja. Ja. Wat ik ook heel mooi vind, zijn dat groeiprogramma's meestal willen in kwantiteit echt groeien. Hè? Dus ze willen echt in meerdere gemeentes aanwezig zijn en nog meer mensen helpen. Maar ik vind het ook heel sterk dat sommige van die oprichters die zeggen, ik wil echt in kwaliteit groeien. Ik wil de mensen die ik aanraak nog meer impact genereren, hè? Dat ik echt het leven van die persoon kan veranderen. En dat vind ik zo mooi, want het is ook echt ook in een soort van groeien. Ja. En niet in kwantitatieve zin, maar wel in kwalitatieve zin. En dat is net zo belangrijk. Ja. Juist op zo'n speciale fiets, met een beetje elektriciteit, maar vooral met een fietsmaatje die je leidt, waar je mee op pad gaat en waar je ook sociaal contact mee hebt, dan sla je twee vliegen in één klap. Moest ik dus de paraplu boven zijn hoofd houden, want hij had nog meer te doen vandaag. En hij zegt, ik wil graag erop blijven. Hij fietst ook hard, hoor. Ja, heel mooi. Ja, het hele beeld zegt het eigenlijk al. Gewoon mensen die door fysieke beperkingen gewoon niet meer buiten kunnen komen. Ze kunnen buiten komen, ze kunnen bewegen. Deze meneer was vroeger gewoon ook een fietser. Die ging altijd erop uit om te fietsen. En op een gegeven moment een paar jaar lang zijn hobby niet meer kunnen doen. En door dit project kwam hij weer buiten, kon hij weer mee fietsen in ieder geval. En je zit naast elkaar, dus niet achter elkaar, zoals vaak op een tandem zou zijn. Naast elkaar kun je gewoon echt met elkaar praten en op een goede manier buiten zijn,
fysiek actief zijn en ook ze dan ook leuke gesprekken hebben. Het enige wat tegenwerkte was het weer. En, dus, maar ja, de meeste viel daar toch naast. En we zijn in Nederland, hè? Dus en we zijn in Nederland, dus dat wordt. We zijn op alles voorbereid. Precies. Ja. En dit is nou precies zo'n voorbeeld van een idee wat zo helder is en zo aansprekend... dat het nu al op 50 locaties in Nederland bestaat, dit project. Dus van 1 naar 50, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dat zegt wat over groeipotentieel. Ja. Ja. Absoluut. Nou, we hebben natuurlijk 20 jaar achter de rug, maar we zijn nog lang niet klaar. Wat zijn uw wensen voor de komende 20 jaar, voor de sociale samenleving van Nederland? Nou ja, allereerst moeten we kijken hoe we natuurlijk uit de coronapandemie komen en hoe de projecten erbij staan waar we voor de pandemie vertrouwen in hadden. Of die extra steun nodig hebben. Ik denk dat dat in het begin heel belangrijk is. Maar mijn vrouw steeds zegt, ook dat je gewoon de kennis in huis hebt en kan delen met anderen. Dat je gewoon die data hebt van sociale projecten. Echt heel belangrijk. En wat ik ook heel graag toch even hier wil zeggen is, dank aan al die partijen die ons geholpen hebben over de afgelopen 20 jaar. Er zijn ontzettend veel organisaties die betrokken zijn geweest bij het Oranje Fonds. Maar één die vanaf eigenlijk de eerste avond het feest in de arena er altijd bij is geweest, is toch de Postcode Loterij als hele grote donor. Die wil ik toch even specifiek apart noemen. Zo'n ongelooflijk goede partner van het Oranje Fonds geweest. Dus bij deze wil ik via hen ook alle anderen danken die hun bijdrage hebben geleverd voor het Oranje Fonds. Ja, en ik denk dat... corona heeft toch wel bepaalde issues nog duidelijker gemaakt in onze maatschappij. Hè? Dus mensen die echt minder kans willen hebben om toch wel iets te bereiken. En ik denk dat ze meer dan ooit, het gaat niet over het Oranje Fonds. Het gaat dat wij in samenwerking met heel veel andere fondsen toch de hele grote doelen heel goed voor ogen hebben. En we samen trekken aan hele grote uitdagingen die we hebben in de komende jaren in onze maatschappij. En ik denk dat het met meer kennisdeling, met meer gezamenlijk misschien onderzoek gaan doen. Met de lokale, maar ook de landelijke overheden. Toch wel hele goede afspraken aan targets gewoon hebben. Van ja, dit gaan we doen. En dit is wat we nodig hebben. En dat iedereen zich organiseert en de hele keten om dat mogelijk te maken. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Want ik denk dat wij verliezen allemaal als we dat niet zouden doen. Dus ook partnerschappen aangaan de komende tijd die dit effect kunnen hebben? Ja, absoluut. We moeten gewoon in plaats van verdedigen, dit is mijn stukje en dit is jouw stukje. We moeten met z'n allen naar elkaar stukjes bij elkaar brengen, zodat we echt een grotere doel kunnen bereiken. We weten ook dat vanuit deze crisis nog vrij lange tijd mensen met mentale problemen zullen zitten. De jeugdzorg met extra problemen zal zitten. Dus nodig zal het zeker zijn, denk ik, dat het Oranje Fonds zich daarmee... mee bemoeid. Mijn wens zou zijn dat wij echt, niet in Nederland, dat wij echt met alle, ook zusterorganisaties, net het Oranje Fonds, dat doen we al in het Caribische gebied, maar dat we nog meer doen als het gaat over kinderarmoede, echt mentale gezondheid, echt participatieproblemen. Er zitten zoveel dat we moeten doen en we hebben geen tijd meer om te verspillen. Ja. Dus toch zorgen dat niemand er alleen voor staat en dat mensen mee kunnen doen. Dat is, absoluut. De doelstellingen van 20 jaar geleden zijn nog heel noodzakelijk. Ja. Ook in de toekomst, ook in de komende 20 jaar en daarna. En ik weet zeker dat het Oranje Fonds daar met iedereen die het een warm hart toedraagt een belangrijke rol kan spelen. Mag ik u hartelijk danken voor deze terugblik op 20 jaar Oranje Fonds en eigenlijk ook een beetje op 20 jaar Nederland. Met een opdracht voor de toekomst. Dank u wel. Ja, goed, dank u wel.